Hey allemaal en welkom bij een nieuw filmpje. Jullie hadden van mij nog een favorieten te goed, maar vorige week was ik voor 3 dagen in Duitsland. Dus had ik een gepland filmpje ingepland en is er geen favorieten online gekomen, maar vandaag dus wel. De favorieten van de maand september zijn als eerste sloeftjes. Deze kocht ik bij het kruidvat voor 20 euro of 19 euro en een beetje. Die zijn in leder met schapenwol. Ik wou heel graag zo'n soort pantoffels eigenlijk. Maar van Birkenstock kosten die 100 euro. Ja, als ik kan kiezen, ja, dan ga ik voor iets goedkoper. Aan de zijkant hebben ze zo'n sterretje. Voor 20 euro weet ik natuurlijk niet of ze lang gaan meegaan of wat, maar ja, ik vond ze wel heel heel leuk. Dat is het enige fashion item. En dan heb ik allemaal beauty dingen. En het eerste wat ik nog ga tonen is een bamboe haarkam. Dat is deze. Maar ik heb dus alle plastieke haarkammen vervangen door houten haarkammen of bamboe haarkammen. Omdat dat heel ecologisch is. Het is goed voor je haar. Ja, een houten haarkam of een bamboe haarkam dus. Dan heb ik van Lady Speedstick. Lady Speedstick is een, ik dacht, Amerikaans of Engels merk voor deo. Het is dus deze Lady Speedstick. Dit is de Invisible Dry Power Wild Freesia. Dat is deze, dat is een stick, een heel fijne, fijne deodorant. Kan ik iedereen aanraden. Het is in België niet te koop. Ik heb het gekocht via een Nederlandse website, exclusively.nl, dacht ik. Een hele snelle verzending, schappelijke prijzen. Ja, deze vind ik heel, heel fijn. Ik ga dat hier een beetje stiller zetten. Het is een shampoo en een conditioner en ik vertelde het al in het vorige filmpje. Dat is van het merk Rahua. Dat is Amazon Beauty. Beauty is power. Dat is hun classic shampoo en hun classic conditioner voor healthy lustrous hair. Rainforest grown zijn alle ingrediënten. Made with organic, natural and pure plant derived ingredients. Rahua en Palo Santo oils. Safe for color treated hair. Ik zei het ook al eerder, deze prijzen zijn niet van de poes. 36 euro voor de shampoo en dan nog een keer 36 euro voor de conditioner, maar ik kocht deze in een set voor 66 euro voor de twee. Dus ja, dat vond ik dan nog betaalbaar. Wat staat er daarop? Voor healthy hair and scalp, superfine Rahua molecules penetrate deep into the hair's cortex to repair and rebuild damaged strands, cultivating longer, stronger hair that shines. Sustainable Palo Santo provides a mood-calming experience. Made with organic, natural, pure plant-derived ingredients, clean formula, plant-based leather, vegan, plant-based preservation system and climate-positive. Carbon negatief. Dus ik vind deze heel heel fijn. Mijn haar is daar super zacht van. Ik kan die iedereen aanraden. Ze hebben, dacht ik, ook voor gekleurd haar, voor volume, voor droog haar. Als je een luxe item wil voor je haar, luxe natuurlijk item wil voor je haar, dan is dit het antwoord. Dan een handcrème van Sebamed. Ik bracht die mee uit Duitsland. Dat is de Sebamed droge huid handcrème met 5% urea. Ik heb die al verschillende keren opnieuw aangeschaft. Ik vind die heel heel fijn. Sebamed producten doen het allemaal voor mij. De douchegel, de shampoo, de ik weet niet wat. Ik ben daar gewoon fan van. Dus deze kan ik ook iedereen aanraden. En zeker nu het alweer kouder begint te worden, we nog steeds heel veel onze handen moeten wassen, ontsmetten, heb ik zeker en vast een handcrème nodig. En deze vind ik heel goed. En ik gebruik dat graag in combinatie met deze Eucerin Aquaphor. Dat heb ik denk vorig jaar ook al laten zien in filmpjes. Dat is een herstellende zalf. Dat is een heel, heel vettig product.
maar trekt eigenlijk nog relatief snel in voor de droge en gebarsten huid. Klinisch bewezen voor het herstel van de zeer droge, gebarsten of geïrriteerde huid. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld hier zo rond je neus rode vlekjes hebt door veel te snuiten enzovoort. Dan is dat echt een hele, hele goede oplossing. Ook voor kloofjes. Voor gelijk wat een heel, heel, heel fijn product. Dus ja, deze twee kan ik dus ook iedereen aanraden. En dan gaan we over naar de make-up producten. Ah nee, ik heb nog één verzorgingsproduct. En dat is iets van Essence. Het is al oud, maar ik heb het terug herontdekt. Het is de Essence Nail Caring Oil for Nails and Cuticles Daily Treatment with Apricot Oil. Ik weet niet of dat dit nog in het gamma zit van Essence. Ik denk het niet, want daarvoor is het al te oud. En zij wisselen twee keer per jaar hun gamma. This caring oil intensively nourishes nails and cuticles used every day. The formula enriched with apricot oil helps to enhance the natural growth and maintains your nails in healthy conditions. Droge handen, droge nagelriemen, ik heb het allemaal. En dit is wel een heel leuk, leuke nagelolie. Die snel intrekt, ook zeer belangrijk. Ja, en nu gaan we wel over naar de make-up producten. Het is niet zo heel veel, maar het zijn dingen waar ik heel regelmatig naartoe teruggegrepen heb in de maand september. En dat is als eerste deze Dior Backstage Foundation, de Face and Body Foundation in de kleur 2W. Het is ook de foundation die ik vandaag aan heb. Maar ik heb al in een regenbui gezeten, dus hier is er al een beetje af. Maar ik vind hem heel, heel fijn. Ik moet zeker wel mijn huid heel goed hydrateren en zeker genoeg voldoende water drinken, omdat hij bij mij wel een beetje droogtelijntjes durft accentueren. Maar dat is echt een foundation die je huid er heel smooth laat uitzien, die heel goed blijft zitten. En ik hoef deze niet af te poederen. Alles blijft daar een hele dag perfect op zitten. Dus ja, ik vind deze heel, heel, heel fijn. Dan heb ik een blush. En het is de blush die ik vandaag draag. En dat is de MAC Extra Dimension Blush in de kleur Hushed Tone. Ik heb die laten zien in mijn verjaardag haul. Dat is deze. Ik vind hem super mooi, echt waar. Een hele, hele, hele mooie kleur. Warm, koperachtig, maar toch nog een beetje roze erin. Ik vind hem bij mijzelf heel mooi staan, in feite. Dus deze MAC blush. En dan bronzer heb ik opgebruikt. Ik probeer telkens een bronzer helemaal op te gebruiken vooraleer ik aan een andere begin. En ik heb deze weer boven gehaald, de Nars Laguna. Dat is een hele bekende bronzer. Hij is al oud, zit al heel lang in mijn verzameling. En door de jaren heen is er iets gebeurd met die verpakking. Dat was mat, maar nu is dat plakkerig. Ik kan er niks aan doen. Ik heb er al met die solvant op gezeten. Dat blijft ja, een beetje plakkerig. Heel raar. Maar bon, Laguna Bronzer is een van hun bekendste bronzers. Hun best verkochte bronzer. Heel veel mensen kennen die, gebruiken die. Het is een hele, hele fijne bronzer. Uiteraard heb ik hem ook aan vandaag. Er zit hier een heel klein, ik zou niet zeggen shimmertje in, maar er zit een soort van satin finish in, waardoor je een heel klein beetje een glow krijgt. Er zit geen glitter in, niks van dat. Maar ja, ik vind deze heel, heel fijn en ik heb hem dus terug herontdekt. Dan een lipstick, eentje van Charlotte Tilbury. Dat is de Pillow Talk Medium, Pillow Talk 2. Je hebt Pillow Talk 1, die is ietsje aan de lichte kant voor mij. Zeker in de zomer is die te licht, maar nu in de herfst en in de winter is die dan wel weer mooi. En is dat voor mij echt een nude kleur. 2.0 is iets warmer, dat is deze. En het is de kleur die ik vandaag op mijn lippen heb. Deze staat mij ietsje mooier dan de gewone Pillow Talk. Misschien neem ik hem er een keer bij, zodat jullie het verschil kunnen zien. Dat is de gewone Pillow Talk. Die ziet er, ja, zo uit. En dan heb je de Pillow Talk 2, deze die ik nu aan heb. Die is iets warmer, iets dieper van kleur.
Charlotte Tilbury, luxueuze verpakking, luxueuze lipstick. Voelt heel comfortabel, is mat, maar is niet uitdrogend mat. Blijft ook geruime tijd lang zitten. Ik ben er wel fan van. En dan heb ik 4 oogschaduwpaletjes die ik heel veel gebruikt heb in combinatie met andere paletten. Dat zijn basispaletjes van het merk Visart of Viseart. En die bevatten uitsluitend matte tinten. Oogschaduwpaletjes met enkel matte tinten zijn heel moeilijk te vinden. Zij hebben het. Je betaalt er ook wel voor. Zo'n paletje kost 70 euro. Dus ja, dat is niet goedkoop. Maar ze zijn zo bruikbaar bij van alles. En dan vooral deze. De Neutral Mats is echt een manusje van alles. Je kan het gebruiken als blush. Je kan er eyeliner van maken. Ik gebruik altijd deze kleur op mijn op mijn wenkbrauwbot. Die kleur gebruik ik soms in mijn wenkbrauwen. Ja, het is echt een alledaags palet die zo leuk is. Hij is gehaald meer dan waard. En dan heb ik er nog 3 andere varianten van. Dat is de Neutral Mats Milieu. Dat is deze. Die heeft een beetje meer de warmere tinten. Maar ook een roze en een blauw. En dan zo'n beetje een diep aubergine. Dan heb ik de Warm Mat. Dat is deze. Ook hele draagbare kleuren. Ook deze kleur kan ik zelfs gebruiken in mijn wenkbrauwen. Ja, je kan deze kleuren gebruiken als blush. Als je houdt van tinten zoals dit natuurlijk. En dan heb ik nog deze, de Dark Mats. Dat is deze. En ook deze heb ik heel veel gebruikt. Ik heb het vooral in combinatie gebruikt met een palet waar er enkel maar shimmery kleuren in zitten. En dan zijn deze oogschaduwen echt, ja, die doen hun werk. Dat zijn basispaletjes, basic kleuren. Niet veel tralala, mat, goed gepigmenteerd. Heel goede paletjes eigenlijk. Dan heb ik een mascara, maar het is eigenlijk een minietje. Dat is de Le Volume de Chanel. Dat is deze. Ik kreeg die als extraatje bij mijn Huda Beauty bestelling. Ik heb hem al in full size versie gehad. Vond ik een hele fijne mascara. Dus ik ben heel blij dat die een keer als extra erbij kwam. Ik weet niet hoe lang ik deze effectief zal kunnen gebruiken voordat die op is. Je kan ook niet duwen op dat tubeke. Dat is echt heel hard. Maar ja, ik vind die mascara heel fijn. Deze en Monsieur Big van Lancôme. Luxe mascara's, maar heel fijn. En dan als laatste heb ik iets, een ordinair iets van Vaseline. Dat is de Lip Therapy Rosy Lips Soothes Dry Lips. Ik doe dat elke avond een dikke laag van op mijn lippen. En ik vind die heel goed. De ene is voor de vaseline, de andere niet. Sommigen zeggen dat het je huid afsluit. En dat is ook echt zo. Het legt echt een afsluitende laag op je gezicht, op je lippen. Gelijk waar dat je het gebruikt. Maar dat zorgt ervoor dat je huid niet nog meer vocht verliest. Het zorgt er ook voor dat je huid geen vocht opneemt. Maar het zorgt er dus ook voor dat je huid niet meer vocht verliest dan dat nodig is. Dus als je eigenlijk het ultieme effect van vaseline wil hebben, dat is dan breng je eerst een hele vette voedende crème aan en dan een laagje van dat. En dan wordt dat helemaal opgenomen in je huid, in je lippen of waar dat je het aanbrengt. Dus ja, dit waren alle producten, alle favorieten van de afgelopen maand. Niet veel nieuwe producten, heel veel dingen zijn al oud, heb ik al lang in mijn stash, zoals deze Nars bronzer. Die paletjes heb ik ook al heel lang, gebruik ik heel vaak. De Charlotte Tilbury lipstick ook. Het is eigenlijk niks nieuws die ik vandaag getoond heb, buiten deze Lady Speedstick en de MAC blush. Dat was het enige. Alle andere dingen zijn oude favorieten die ik terug herontdekt heb. Voilà, dit was het. Graag liken, abonneren, meldingen inschakelen, een reactie achterlaten. Vind ik altijd heel fijn. Abonneren, als ik dat nog niet gezegd heb. En dan zie ik jullie graag volgende week terug. Bedankt om te kijken. Ciao!